stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer? Hoe waaien de wimpels al heen en alweer? Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is de roe. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook nog bij mij. En rijd toch ons huisje niet stilletjes voorbij. En rijd toch ons huisje niet stilletjes voorbij. Sinterklaasje, Sinterklaasje. Sinterklaasje, Sinterklaas. Hey, Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd voordat u weer naar Spanje rijdt. Sinterklaasje, kom maar even bij ons aan en laat uw paardje buiten staan. En we zingen, we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen. Klaas en Pieter Baas en alle andere Pieter Bazen, van harte welkom vanmiddag hier in Moergestel. Sinterklaas, ik vind het echt een wonder. Ik ging om 1:15 van huis weg. U was nog in Roermond en ik kom bij het voetbalveld zo'n beetje aangereden, kwartiertje later. En dat moet een enorme speedboot op de Reuzel zijn geweest, waarmee u vanuit Roermond bent aangekomen hier in Moergestel. Want zo snel, ik vind het echt heel knap. Applausje voor Sinterklaas. Wij zijn blij dat we hier weer mogen zijn. We hebben hier rondgereden. En er stonden honderden, ik denk wel duizenden kinderen. Hè? En toen zagen we daar die brug en daar stonden jullie te zwaaien. En toen zei ik tegen Romario, ik zeg, moet je eens opletten, die kinderen in Moergestel, ik weet niet of jullie speciale training krijgen thuis, jongens, maar jullie kunnen zo prachtig zwaaien. Dat doen jullie zo schitterend. Ja, ik zou willen vragen, ik tel tot 3. En dat jullie nog 1 keer naar mij willen zwaaien, allemaal tegelijk. En dan gaat 1, 2, 3. Kijk eens. Kijk eens, Romario, het is fantastisch, hè? En daarachter ook, zeg. En ja, kijk,